Onloze opeens die bericht hebben gamepers nodig in Far Cry 3 met alleen mijn Pokémon pet op te doen. Dus heb ik hem niet op en ik doe echt heel vaak dit in Far Cry video's. Hanya! Ik aan het bidden zonder god. Oké, we gaan nu beginnen en weet u nog waar we waren? Ik namelijk wel. Bam! What's your name? Hoe heet je, ja? Hoe heet hij nou eigenlijk? Je naam, bitch! Bam! Zo doen we dat. What a brother! Oh, fuck, mijn stem. Mijn stem, eet. Even een sokje, denk ik. Ja, oh, hij weet natuurlijk niet dat ik zijn broer ben. I don't know. Ooh, I don't know. Bam! Oh, ze hadden lachen. Klappen zijn lachen. Nou, dat kan niet, vriend. Jammer genoeg. Ik ben het maar, vriend. Hoor je bij hen? Dat is een grammaticale fout, mijn vriend. Hoor je bij hen? De vertaler is goed in Engels, maar niet zo goed in Nederlands. We moeten Hoyt vermoorden. Inderdaad, dat moeten we zeker. Oké. Wat een ruzie allemaal. Jongens, rustig. Zet hem tegen de camera weer aan. Oh, Hoyt will know. 5 seconds. Ik kom je halen, bro. Bro. Heb je zin in klappen? Die keer je kragen, vriend. Bam! Dit is 3KB. Na deze gekke track is Riley hopelijk dood. Hoef ik wel niet meer te redden, dat scheelt. Bam! Dat doet pijn. Ik kan je verzekeren, dat doet degelijk... Oh god, nee. Nou god, ik weet eigenlijk al wat er gaat gebeuren. We gaan hem ook onze vinger in die wond stoppen. Gadverdamme, dat is vies. Gadverdammetjes. Oh, ingedrukt houden. Sorry, Eden Boer. Daar ook sorry voor trouwens. Het, ook die, met de graphics ziet er zo verschrikkelijk realistisch uit. Heerlijk dit. Niks beter dan een lekkere vinger in je wond. Het is grappig, maar dat waar is. Het is grappig, maar dat waar is, dames en heren. Niks. Nou, je bent een man met een mooi pak aan in ieder geval. Nou, later vriend. Blijf lekker liggen. En ga weg hier. Met die goede oude Sam natuurlijk. Ik heb een borrel nodig. Nou, dat is fijn. Ik vind het wel grappig, ik kan nog steeds niet pokeren. Het enige wat ik altijd doe is al in. En de missie heeft ook al in, toepasselijk. Graag gedaan hoor. Sam mag ook, nou dat is fijn. Gezellig. Ja, ik heb toch niks te doen in mijn leven. Pokeravond, ja dat vind ik gezellig. Zin in! Woehoe! Pokeravond met de bad guy. Woehoe! Dat is het beste idee ooit. Ik heb serieus, hebben we ooit een beter idee gehad dan een pokeravond met de bad guy? Nee joh. Bah. In de chaos maken we hem af tijdens de poker en redden we Riley. Nou, klinkt als een redelijk plan. Dat is goed. Jawohl, jawohl. Als het communicatiecentrum is langgelegd en Hoyt's mannen hulpeloos zijn. Goed, ja joh, jij zegt het Sam. Voltooid, all in. Oké, mooi. Deep cover. Nou, bedankt voor de achievement waar mijn hoofd voor zit. Oh, oh, mijn hoofd zit voor de achievement. Oh nee toch. Oh god, krijgen we weer quotes van Alice in Wonderland. Everything has got a moral. If only you can find it. Oké, alles heeft een moraal. Je moet hem alleen zien te vinden. Wat een wijze quote toch weer. Dankjewel, Far Cry 3, voor deze wijsheid. En we gaan dus nu zijn communicatiesysteem pad leggen. Dat vindt hij vast niet leuk. Gokkie. Nou, je kan nu wel quick travel hierheen, dat is fijn. Dan kan ik in principe deze SM-mas pakken. Dat is wel fijn. Is toch lekker dichtbij, weet je. Dat is het eerste wat we gaan doen in ieder geval. Oh, we moeten ook heel toevallig niet die kant op trouwens. Ik dacht even dat we die kant op moesten, maar dat was een grapje. Ik weet niet of ik maar een beetje makkelijk dit stadje nog uit kan, of kan dat niet? Doen we daar niet aan. Daar is tenminste het ding. Nu worden ze, nog onvoorspelbaarder. Dat is inderdaad niet zo handig. Oh, Riley belt mij? Wat? Wat de fuck gebeurt er? Oh, ik heb info over ze gekregen. Ik dacht al, is hij me nou aan het bellen? Hey gast, hoe gaat het daar? Ik ben nog steeds gevangen genomen. Kusjes. Dat zou apart geweest zijn. Even kijken, ik moet ergens naar buiten zien te kunnen. Kan ik hier niet tussendoor? Nou, net zeggen, dat moet kunnen toch?
Heb je even ergens een auto of zo? Dat zou niet verkeerd zijn, moet ik zeggen. Anders moet ik lopen. Ja, dat is niet zo heel ver, weet je. Oh, halfway there. Wow. Living on a prayer. Take my hand and we'll make it, I swear. Wow. Living on a prayer. Living on a prayer. Dat moest er even uit. We gaan maar lekker verder lopen. Gewoon lekker verder lopen alsof er helemaal niks aan de hand is. Want er is ook helemaal niks aan de hand. Dus dat komt heel mooi uit. Gigantisch mooi zelfs. Echt. Pff, niet meer normaal. Voor de rest, ja, weet je, gezellig bergbeklimmen en shit. Nou, eigenlijk een zendmast. Ik hoop dat deze zendmast een beetje smooth gaat. Hopelijk weten jullie niet meer hoe het ging met de vorige zendmast. Dat was namelijk niet helemaal een 10 van de 10 highscore voor een zendmast, moet ik zeggen. Maar ja, het kan erger soms, hè. Het kan erger. Wat? Waarom kun je naar beneden? Vette afsnijroute of niet dan? Oké, dit gaat sowieso mis. Hop. Oh, ik kan mijn wingsuit zelfs openen. Dat was echt een goed idee. Om hier mijn wingsuit te openen. Dat kan haast niet misgaan. Nou, je moet je gewoon springen, denk ik. Ja, precies. Ik zie hier al een mooi touw. Nou, dat gaat goed. So far, so good. Tot nu toe gaat alles fantastisch. Oké, we gaan even lekker een keertje klimmen. Ja, prachtig. Zo, oké dan. Oh, hier is nog zo'n mooi ding. Een mooi ding. Een knappert. Yes, ik heb hem. Woehoe! Ik ben zo gelukkig nu, jongens. Je wil niet weten. Ik zie daar nog iets. Hoe kom ik daar? Ik kan hier langs, maar dat vertrouw ik niet helemaal. Ik kan hier langs, dat vertrouw ik ook niet helemaal. Maar dit is wel een sprong die wat te doen zou moeten zijn, zou ik zeggen. Oh, spring dan! Hond! Is het zo moeilijk om te springen? Wanneer ik op de springknop druk? Nou, blijkbaar. Zijn zitten er wat stalen buizen tegen mijn kop aan ofzo, waardoor ik het niet kan. Maar alsnog, je moet gewoon springen wanneer ik het zeg, vriend. Is hier wat te doen ofzo? Nee. Is het echt om mij in te kijken van, ja, wat de fuck moet ik eigenlijk doen hier? Ja, ik kan vanaf hier daarop, denk ik. Ja, dat moet wel lukken. Yay! Woehoe! Oké, en nu? Ik kan hierop proberen te gaan. Hier probeer je die touwen je meer een beetje te misleiden. Je denkt van, oh, ik moet die kant op en dan moet het eigenlijk niet eens. Zo, ja, dat is ook weer gelukt. Mooi. Zijn er bijna, we zijn er bijna. Oh, moet ik hier naar beneden vallen zeker en dan moet ik klimmen ofzo, of niet? Ik denk het wel. Ik ga het gewoon doen. Zo, en dan was hier de touw. Ja! Gevonden! Woehoe! Het lukt me. Het lukte. Het lukte. Yeah! Oké, nu is hier weer een touw. Prachtig. Maar die hebben ze hier overheen dus. En dan kan ik een mooi touw pakken. Graag. Waar is dat touw dan? Oh, hier zo. Oké, moet iets meer naar voren dus. Dan even omhoog. En dan dat touw proberen te. Yes! Klimmen! Ja, graag! En dan klimmen we hier omhoog. En dan zijn we bij de ladder. Oftewel, we hebben het gehaald! Woehoe! Weer een toren gered. Nog twee. En dan hebben we ze allemaal. Mijn facecam lekt trouwens een klein beetje. Waarschijnlijk moet ik dit programma even iets meer geheugen geven van mijn pc. En dan lekt hij hopelijk wat minder. Zou fijn zijn. Plastic bankbiljet. Ah, prachtig. Wat heb je sowieso een plastic bankbiljet? Vraag ik me opeens af. Zeg maar, ja, wat is het doen er eigenlijk van? Goeie vraag, eigenlijk. Nou ik erover nadenk. Dat is best wel een goede vraag. Wat heb je aan plastic bankbiljetten? Geen idee. Je kan een Monopoly meer spelen, maar dat is ook gewoon van papier. Plastic bankbiljetten zijn echt skeer. Het zijn geen coole bankbiljetten in ieder geval. Nee, dat zijn het zeker niet. Wat een mooie. Dat is een mooie hoor. Een mooie bunker. En dit is gewoon huizen. Ook leuk. Applaus, applaus voor de huizen. Yay, voltooid. Zendmastertje activeerd. Oh, dit ding is aan het schudden zeg. Poepoe. Meneer toch, rustig man. Oké, we kunnen nog een zendmast doen in principe. Hé, we zijn dan toch bezig. Zo kun je er ook naar kijken. We kunnen deze zendmast pakken en dan gaan we meteen het dorpje erbij. Dan pakken we wel een lekker deel van de kaart. Hoeven we nog maar één zendmast, dan hebben ze allemaal. Gotta catch them all, mensen. Onder dat motto. Ik bedoel, ja. Maar deze. Oh, dit is hier trouwens. Hoe kom ik daar het snelst? Ik denk vanaf hier. Lazy Shore Jachthaven. Ik heb geen idee. Misschien nog er water omheen. Dan valt het best wel mee. Hoe goed de Lazy Shore Jachthaven werkt. Bé. Dus ja. Het is wat het is, yo. Bam, bam, boom. Bim, bam. Yeah. Munitie. Inventaris aanvullen, helemaal niks. Snelle verkoop. $75. Ja, graag joh. Don't mind if I do. 16 van de 18 zendmassen. Nieuwe voorraad dropping opdracht beschikbaar in deze regio. Dat is fijn om te horen. Heb jij nog een auto voor me staan, Frits? Nee. Ik zag hier net een auto op de kaart staan in ieder geval. Dus dat is een goed teken. Ah, daar heb je hem al. Toet toet. Hier is de auto. Der automobiel. Ga maar zitten en hou je goed vast, want dit wordt een ongelooflijk gezellige rit. Heb ik sowieso ooit wel eens twee zendmasten in een aflevering gedaan? Geen idee eigenlijk.
Het zal het wel moeten. Het kan niet zomaar de eerste keer zijn dat wij twee zwemmassen in een aflevering doen. Maar je weet het nooit in Far Cry. Dat is een fantastische wereld. De wereld van Far Cry. Die soort van de echte wereld is. Want het ligt ergens dichtbij Bangkok, zei iemand. Maar ja, die club waar we waren inderdaad, toen we heel dronken werden en toen we op het eiland kwamen, was in Bangkok. Dus het zal wel in de buurt liggen van Bangkok, dat goede oude Rock Island. Ik heb geen idee waarom ik eigenlijk op deze berg rijd. Ja, ik kan altijd nog naar beneden, maar daar is het al. Oké, wacht. Is lachen. Ik zei de vorige keer nog van, ik vraag me af of je met een paraglider in één keer naar boven kan. Wauw, goeiedag. Als er een leuk punt is om het uit te proberen, is die er wel in ieder geval. Nou, dat gaan we nooit redden, maar ik kan misschien proberen een kleine voorsprong te krijgen op een normale leven. Oh, kut. Het wingsuit werkt niet helemaal mee in ieder geval. Woehoe! Kijk of ik gewoon volop in die toren kan vliegen. Nou, ik kan me richten in die toren in ieder geval. Nee, pas op voor de grond. Grond is hard. Harde grond is hartstikke hard, joh. Pas op. En mijn parachute openen. Mijn shoot. Nou, het is niet bepaald gelukt, moet ik zeggen. Maar ik heb het geprobeerd. Wahaha. Nee, het is best wel kut. Het is niet gelukt. Dus wat zijn er voor beesten daar? Lammetjes? Oh. Geitbokken. Oh, die gaan snel dood. Hé, hey, joh. Maf Kees. Ga eens niet dood, joh. Hoppa. Killing spree. Wat voor velletje krijg ik hiervan? Lekkere lamsbout. Oh, vel van een geit. Ook goed. Mieke had een lammetje. Eenvoudige explosieve. Wat? Mieke had een lammetje. Mieke had een lammetje en toen maakte ik het dood. Goedendag daar, vrienden. Waarom doe je die zwemmas niet? Waarom moet ik het doen? Zo moeilijk is het nou ook weer niet. Als je gewoon een beetje aan een ladder mee hebt of zo. Maar nee, laat ik het. Oh, wat? Wat? Ik dacht al, wat doe ik allemaal weer raar? Ah, gaat goed. Ik doe het alsnog goed hoor. Ik ben geen rare jongen. Ik ben hartstikke normaal. Zo. Wow. Wow. Na. I know you care. Klim op de. Oh god! Dat was echt heel glitchy. Serieus, heel Far Cry doet al een klein beetje laggy. Zit ik nou, waarom, ik dat maar net zeggen, waarom zit ik in crouch mode? Vroeg ik me ook al af eigenlijk. Zo, we gaan hier omhoog, denk ik. Ik neem aan dat het de bedoeling is, dus dan doen we dat, hè. Oké dan. Ziet er nou niet echt heel ingewikkeld uit of zo. Dit ziet er wel uit als iets wat mijn hersens nog net aan kunnen, zeg maar. Nou, ik weet niet, van mij kun je dit niet springen, of wel? Oké, toch wel. Wee! Dat is me gelukt! Yes! Hallo. Oké dan. Hier ligt nog wat ammo. Dat is nooit verkeerd, dan heb ik al max ammo volgens mij, inderdaad. Oké, wat nu? What next? Hallo? Hebben we nog ergens van die touwen hangen of zo? Het enige wat jij eigenlijk vooral moet doen is gewoon uitkijken of er touwen hangen. En ja, die hangen er momenteel niet. En wat moet je dan, hè? Wat moet je dan? Ja, gaat goed. En dan gaat hier een trap omhoog. Dat is vaak een goed teken. In Far Cry is een trap omhoog vaak een goed teken dat je omhoog gaat. Ah, daar is een touw. En dan moet je zo, en dan moet je zo, en dan moet je daar, en daar. Hey, wat een goede oplossing was dat. Gewoon, volgen. Ja, deze sprong zou ik wel gewoon even moeten springen, denk ik. Ik moet de sprong springen, dames en heren. Pas op, ik ben een sprong aan het springen. Rick, you're so funny. Nog een sprong springen, joh. Maf. Paf. Spring. I'm the king. En klim. Hopelijk heb ik de volgende aflevering de lag in mijn facecam gefixt. Want ik kan me even gaan ergeren. Je ziet me waarschijnlijk al best wel vaak naar links kijken. Op mijn andere scherm. Maar nee. Hey, lag. Stop daar eens mee. Oeh, dat ging net al goed. En dan moet alleen dat laatste op de ladder. Yes, we hebben hem. Nu alleen nog naar het kastje toe lopen. En op de magische E-knop drukken. Ja. De volgende aflevering beginnen, denk ik dan wel bij de laatste zwemmast. Dan hebben we alvast alle zwemmasten te pakken, dat is zeker een mooi begin. Hondenvoer. Wat heeft het spel te melden over hondenvoer? Oh, niet voorpen maken, ben je gek, maar gek geworden. Hondenvoer. Nee. Rugzak, ja die ja. Een vochtige papieren zak met rode vlekken die vliegen aantrekt. Daar is vast vraag naar. Ja, daar is zeker vraag naar in de shop voor gewoon $20 of zo. Fuck logic. Hey, de fuck Far Cry week. Fuck Logic, fuck Far Cry. Hoppa! Haja! En zo was weer een zendmast aan het zenden met zijn mast. En dat is fijn. Maar dan heb ik de map en zo. En dan kan ik ongeveer weten wat ik allemaal van de fuck aan het doen ben. Moet zeggen, het is niet mis. Dus ja. Voilà petit. Graag gedaan. Voltooid, zendmast geactiveerd. Oké dan. Even de kaart openen. Waar zit die laatste? Oh, er zijn nog twee, ik wou net zeggen. Is allemaal goed. Hier is nog één dorpje op dit eiland. Echt is uppie. Hier heb je ook nog best wel weinig. Alleen hier, hoeveel zijn het er nou? 1, 2, 3, 4, 5.
Zijn er nog maar 6 dorpjes die ik moet doen? Nee, oh my god. Ik moet ook nog 6 missies doen. En in totaal zijn er ongeveer 40 missies, geloof ik. Iets in die richting. Moet ik nog een stuk of 6 doen. Nou, al het dorpjes overnemen is al bijna klaar. Ik kan, oh, ik moet hierheen trouwens. Lekker dichtbij Camp Charlie, dat is mooi. Ik moet alleen deze nog doen. Als ik daar nog een volgende aflevering begin. En dan, ik kan trouwens ook nog even dit dorpje ernaast doen. Als klein toegift voor deze aflevering. Doen we ook nog eens Camp Ridge. Wat, nee. Ik wil het helemaal niet. Ik wil, kan beter mijn jumpsuit gebruiken natuurlijk. Waarom? Ik kan beter de jumpsuit gebruiken, omdat de jumpsuit awesome is. Duh. Gewoon eraf springen en zo snel mogelijk op shift drukken. Shift, yes! Jumpsuit power! Het is echt toen ik op een gegeven moment één keer de jumpsuit heb gebruikt. Sindsdien gebruik ik hem gewoon bijna alleen maar. En terecht ook. Kijk hoe awesome de jumpsuit is dan. Gewoon een beetje lekker vliegen. I believe I can fly. Ik weet dat ze ook een parachute moet openen. Jeez. Oh god, als ik hier snipers in beeld. Dat is niet zo mooi. Oh, I believe I can fly. Ik ben weer vergeten een silencer op mijn wapen te zetten. Ik dacht, ik noem het even op. En geniet van een rolletje drop. Oh, I believe I can fly. Voor mij haalt ze ook het alarm over. Oh, ik hoor honden die me gevonden hebben. Dus het gaat sowieso niks worden, dit. Oh, ik moet eventjes... die honden... Oh, die honden zitten in het hok. Oké, dan is het wel reden te doen. Daar zit een sniper boven. Die kan ik proberen te pakken, maar dan moet die trap. Dat is sowieso heel gevaarlijk. Hier zijn 2 dudes. Die staan naast het alarm. Dat is alarm 1. Dus dat is niet echt een optie. Alarm 1. Nee, sorry. Dan moeten we dus richting alarm 2. Er is alleen 1 dude hier. Als die nu even afleidt. Dat is een mooie steen. We hebben een welgeplaatste steen. En hem dan elimineer. Die dingo viel me ook echt niet aan. Waarom niet dingo? Dat heb ik jou nu even gezien. Oh god, ze hebben me gezien. Sorry! Oh, oh, godverdikkes. Eliminatie, dacht het niet. Dacht het niet. Zo, jij bent ook dood. Jullie gaan allemaal dood. En terecht ook. Zo, jij bent dood, vriend. Oh, hallo daar, klein wagentje. Waarom is het alarm niet overgehaald? Wat, ik kan het nog uitzetten. Ik kan de shit nog redden. Waar is het alarm? Waar is het? Nee! Kut! Kan dit niet kapot? Ik heb trouwens een klein beetje lag, zoals jullie zien. Ik heb geen idee hoe dat opeens komt. Anders moet ik even mijn PC opnieuw opstarten, dat is no problemo. En dan zou ook misschien die lag in die facecam in één keer veel meer opvallend kunnen zijn voor mij, hoor. Ik ga het tenminste fixen, uiteindelijk. Lange termijn of korte termijn, I will get this fixed. Ja, het is een beetje moeilijk vechten met laggy, zeg maar. Ik ga niet mijn graphics omlaag gooien nu ofzo, dat zit allemaal wel snor. Er is sowieso een sniper boven die niet zo mag. Hier, neem een granaat. Heb ik hem zelfs? Oh, ik heb hem nog goed gegooid ook, joh. Wauw, dat had niemand zien aankomen, zelfs ik niet. Dat ik de granaat goed zou kunnen gooien. Hier, neem een granaat, boys. Neem ook een molotov en kom niet te dichtbij. Gooi ook weer een granaat. Oh, joh, maakt het ook uit. Als ze maar doodgaan. Lol. Dood is goed. En dan gooi ook een molotov in plaats van een granaat. Ach, joh. Als ze maar doodgaan. Dood gaan ze toch wel. Precies. Oh, nee, help. Ik ga dood. Ah, echt waar? Goed zo, mijn jong. Oh, kut. Wat moet ik nu? Wat moet ik nu? Snel pak je wissel naar je shotgun. Bam. Bam. En ook jij bent dood. Malle mallert. Oh, god, er is iemand achter me. Vriend, 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 vriend. Waarom denk je dat ik je vriend noem? Omdat we vrienden zijn, inderdaad. Bam. Oh, mijn vriend. Kunt gij zien? Dat ik aan jou geen cent verdien. Je borsten zijn niet groot genoeg. Dus verkoop ik je naaktfoto's aan meneer van de ploeg. Ik heb net mijn wapen herloaden. Ik heb meer jeuk aan mijn oog. Far Cry. Ik heb een fucking jeuk aan mijn oog. Dat is gewoon een feit. Oké, even geduld alstublieft. Dankjewel. Dankjewel voor het wachten. Boom. Bitch. You son of a bitch. Even kijken, misschien zijn er nog wat piepo's. Piepo de clown en mamaloo. Oh, daar gaat er eentje. Bam. Dat is er weer eentje minder. Zit er boven waarschijnlijk nog eentje te grappen. Wacht, lachen. Wat lachen. Bitch. Oh, daar heb ik een op het dak gegooid. Dat is niet handig. Maar er zit ook eentje naast me. Helemaal niet de bedoeling. Daar is dat. Oh god, zit daar een sniper gewoon. Oh god, nog meer mensen. Kut, ik ben dood. Ik ga dood. Ik ben dood. Nou, ik ga dood. Kut, kut, kut. Oké, okay, ik leef nog. Wauw, wat een wonder. Beetje in dekking hier. Kom op, kom op, kom op. Yes! Ik heb het overleefd. Ik dacht, we zullen wel klaar zijn. Maar inderdaad, nou ja, die mensen moeten toch een keer stoppen met spawnen. Daar ging ik vanuit eigenlijk. Ik werd nooit echt getest, maar. Ik ging er vanuit dat ze na een tijdje wel gingen stoppen met spawnen. Maar dat viel tegen dus. Ja. Of weer de main reden waarom ik aan het doodgaan ben. Oké, okay, een lag. Buh. Oh, hallo. Hallo, vriend. Ik heb jeuk aan mijn neus. Ik krijg... Far Cry zat een jeukspel. Verdomme.
Verdurie. Oh, een bosbrand. Een kleine bosbrand moet kunnen, weet je. We maken toch al 20 bosbranden per aflevering. Dus even wat looten. Midden in een gevecht op leven en dood. Loot je eventjes wat tandpasta. Weet je, je moet toch eens gewoon gebit hebben. Terwijl je mef aan het snuiven bent. Geen idee waarom die twee dingen bij elkaar horen, maar... Pornoblaadje. Oeh, even checken hoor. Even kijken daar nou leuke foto's in staan. Rugzak. Pornoblaadje. Een groezelig pornoblaadje met plakkige pagina's is veel te vaak gebruikt. Kijk uit waar je het vastpakt. Voor mij heb ik die al een keer gehad, een van de vorige afleveringen. Nu ik zo die beschrijving weer lees. Even de man in de sniper toren pakken, die is vast gay. Hij houdt vast van Pimos. Oh, hij zat niet in de toren. Jammer, teleurstelling. Poe, poe, poe. Toen zijn ze sniper om te schieten trouwens, aan het zeggen vanaf daar. Dat vind ik niet leuk. Respectloze hond dat is. Oh! Serieus, als ik die had gemist, was ik waarschijnlijk dood gegaan. Maar ik heb hem kaart geheadshot. Fuck jou, man. Zo, dat is eruit. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vergeet de video niet te liken. Als je hem leuk vond. Tot de volgende aflevering van Far Cry 3. Beginnen bij de Zenmast. En daarna gaan we weer verder met de missies, denk ik. Tot de volgende aflevering. Doei!